Zo, eindelijk weer in mijn troonzaal. En alle schade die hier is gemaakt bij Entropia is nu allemaal alweer gemaakt. Groet mensen. Groet Dennis, man. Groet Dennis. Ja. Blijf met u. Mooi dat jij er bent. Ja, in mijn troon is zelfs alweer nieuw gemaakt. Ja, die heb ik alweer opnieuw laten bouwen voor je. Top. Kijk, moet je maar zien wat Entropia eigenlijk aan heeft gericht. Helemaal niks. Nee, alleen maar een stoel, dat was het. En heel hun land is kapot. Ja, je kunt het echt niet meer herbouwen, die grote schade die we aangericht hebben. Nou, Dennis, ze moeten gewoon blij zijn dat we ze niet gelijk hadden gedood. Nee, althans, jij hebt wel een paar keer kans gehad om koning David te vermoorden. Ja, precies. En ik ben nu wel heel benieuwd trouwens. Waar gaan ze naartoe? Ik heb wel gehoord dat ze een haven hebben. Ja, ik heb ook gehoord dat ze een haven hebben. Dus ik weet niet, ik denk dat of hij gaat naar Tix of naar Calisi of hij gaat naar die haven. Klopt. Dus hij heeft drie mogelijkheden. Nou goed, we hebben voorlopig denk ik dat we toch niks van ze horen, want ze zijn gewoon hartstikke slap. En nu zijn echt alles kwijt, hun archieven, echt alles. En Dennis, heel eerlijk, hè, we horen steeds van die soldaten van ze van, ja, jullie hebben Empire, maar hun komen altijd met een stuk of vier. Ja, hun kunnen altijd met hun, met heel het zuiden, het hele het zuiden met dus de vriendjes. En hebben wij net Empire hulp gehad? Nee. We hebben met ons eigen houtje gedaan. Moet ik altijd zo om lachen als ze dat zeggen, joh. Ik ook. Maar ik denk dat het verstandig is dat wij nu naar Krax gaan. Want ja, ik heb eerlijk gezegd heel lang niet meer iets van hem gehoord. Ja, want we zijn laatst natuurlijk bij Roemas geweest. Daar is denk ik alles in principe wel in orde. Ze hebben wel een beetje volgens mij weer mod met Vistara. Tegenwoordig heeft iedereen mod met Vistara. Is er alweer bezig? Ja, maar goed, ik denk dat we gewoon even moeten gaan kijken in Krax. Kijken of hun alles op orde hebben daar. Dat zijn natuurlijk die mensen die ons allemaal spullen brengen, maar ja, ik hoop dat ze nog wel wat diamonds hebben, want onze diamondsvoorraad raakt een beetje maar op door die aanvallen. Maar ik hoop dat hun geen problemen hebben met Vistara, dat is vooral mijn ding. Dat hoop ik ook. Oké, dan neem ik gewoon hier de koninklijke wachters mee. Koen, Michael, jullie lopen met mij mee. Dennis, kom jij ook maar mee. En dan gaan wij naar Vistara. Nee, we gaan niet naar Vistara, we gaan naar Krak. Ja, Krak. Yep. Wow, het is echt een fucking mooie dag hier in Ignavia. Het gebied waar Krax zit, de slaven van Krax die ons die spullen brengen elke keer. Nou, ik ben heel blij met ze, mag ik wel eerlijk zeggen, want onze troonzaal zit nu vol met goud door hun. Maar ik kom hier dus terecht en Dennis, je weet nog wel, dat die berg, weet je wel? Ja. Waar dus ook Jasper zat. Maar ik weet nog steeds dat dorpje. Ja, dat dorp, maar ineens komen we hier terecht en ik weet niet wat dit is, maar het ziet er heel raar uit. Ja, dit lijkt wel erg op Krax. Kijk, ze zien ook dat het arm is, want het is een hele vervallen dorp. Maar ik zie hier ook een Janava-vlag daar. Ja, dus ik denk dat dit wel voor Krax is geplant, maar what the fuck? Zelfs standbeelden, jongens. Dit zijn andere standbeelden dan wij in de troon zouden hebben. Misschien hebben ze dit gevonden of zo. Misschien is dit Misschien is het wel van iets ouds van Malino, je weet niet, want dit is gewoon in de berg gegraven. Het lijkt wel op Malino inderdaad. Ja. Ja. Als hier Malino dat zit. Wel. Als ik een koppeling zie, die gaat gelijk dood. Hoor. Ja, precies. Nou jongens, laten we gewoon even hier door gaan lopen. Want ik heb dit nog nooit gezien. Ik ben natuurlijk heel vaak wel hier geweest. Vooral bij die woonwijk, op die berg, waar Jasper zat en zo. Maar als we dit ineens tegenkomen, dan wil ik wel echt wel eens weten wat dit is en of hier mensen What the fuck? Dit lijkt wel echt een heel oud dorpje. Of het lijkt allemaal ruïnes. Kennen is. Hoorden jullie wat? Ik hoor helemaal niks. Dood niks. Ik hoor geen vogeltjes, helemaal niks. Uitgestorven. Lijkt wel dood inderdaad. Ja. Huh? Is het niet allemaal ruïnes een stukje van oud media, Simon? Oud media? Oh, dat kan. Nee, dat kan. Dat kan toch niet dat dit ook al een oud volk. Zou hier een oud volk leeftijd? Weet u nog dat oude dorp waar u was geboren? Ja, weet u hoe groot het dat was? Nou, ik wist niet dat media zo groot was. Elke dag ontdekken we nieuwe kijk dat dan. Maar heel eerlijk, ik vind het er wel mooi uitzien, jongens. Ik zie daar iets branden in de foto. Ja, kijk dat dan. Branden? Wat? Waar? Ja, een brandende boom. Een boom die daar brandt. Oh ja. What the fuck? Is het door het weer of zo? Want het is even wel best heet. Het is ook heel warm, maar ja, dat kan daardoor komen. Het brand verspreidt zich niet. We zitten hier natuurlijk op het berggebied en het is altijd heel warm. Maar het kan sowieso geen onweer zijn, want Oké, maar jongens, een mooie dag ervoor. Wat wel trouwens even verstandig is, dat jullie op je hoede gaan zijn, want je weet nooit of
of er nog een of andere criminele bende of zo hier zitten. Ja, middenuit zou altijd kunnen. Misschien wel mensen die we nog niet eens kennen. Maar ja, wij zijn hierna. Ik bedoel, dat is waar. What the fuck? Oh! Hey, jongens, ik zie daar mensen! Hallo! Ja, dat. Hallo? Gegroet, koning Simal. Wie ben jij dan? Ik ben Milan van het dorpje van Krax. Is dit een... Oh? Vroeger Krax. Maar wat... Oké, dus... dit is gewoon een dorpje van jullie? Nou, eigenlijk is dit een... Ja, een dorpje dat we hebben gevonden toen we hier aankwamen. Het is van een oude beschaving. En weet er nog... Is daar veel over bekend dan? Nee, we hebben er nog niet veel informatie over gevonden. Maar nou, er zijn wel vele schatten die we al hebben wat gevonden. Fucking nice is dat, man. Ja, maar jullie, Ilan, mag ik jou wat vragen? Huh? Wat is dat brandende boom die daar loopt te branden? Hij verspreidt niet en dat gaat niet weg? Ja, we hebben het maar de eeuwig brandende boom genoemd. Want ja, hij gaat maar niet uit, dat vuur. Oh. Apart. Maar Milan, wij nog zijn... Nog nooit zoiets gezien. Ja, maar wij zijn hier niet zomaar. Ja, je zou je misschien afvragen van waarom zijn jullie niet op de berg, waar natuurlijk X-Slime zit. Jullie het toch? Ja, maar, dat klopt. Ja, ik kwam dit toevallig tegen. Ik heb hier nog nooit van gehoord. Ik vind het wel heel interessant. Maar ik heb nu ook geen zin om verder te reizen, want ik weet eigenlijk heel stiekem niet vanaf hier hoe ver het naar X-Slime is. Dus laten wij gewoon even samen wat bespreken. Want jij bent... Ja. Jij bent een generaal volgens mij, toch? Ja, ik ben eigenlijk tweede in command van naast X-Slime. Oké. Okay. Laten we dan een stukje gaan lopen. Gegroet. Ja. Ah, ik zie ook dat je... Was je bezig met iets of zo? Ik zie allemaal wachters. Ja, we waren bezig met het dorp uitbreiden. Oh. Want we willen het gewoon herstellen in de oude glorie. Ja, ik moet zeggen dat het toch wel heel apart is om te zien. Zo'n oude wet, volgens mij staat dit er al honderden jaren, of niet? Ja, dat lijkt me ook wel. Het ziet er namelijk niet uit alsof hier net een volk heeft geleefd of zo. Het zou echt honderden jaren terug moeten zijn of zo. Ik zie daar ook een toren in de vet. Hebben jullie die gebouwd of stond die er ook al? Nee, die stond er ook al, maar we hebben hem al een beetje gerenoveerd. Oh, jullie zitten alles te renoveren met... Ah, fucking nice is dat. Hier, ik zie daar een markt. Hebben jullie een markt? Ja, die stond er ook al met een paar oude houten palen en zo. Ik heb wel wat zin in nog wat rum of zo. Ik ook wel. Hebben jullie rum of zo te kopen onderweg? Dat vind ik iets in de berg. Dat we een trapje verwoest hebben. Ja, precies. Je ziet ook nog wat in de berg zitten. Ja, dat is het metrostation. Dat hebben we wel nieuw aangelegd. Oh, oké. Okay. Maar kun je wat vertellen over waar jullie nog verder mee bezig zijn hier? Want waar is dit dan precies voor? Is dit gewoon zodat jullie hier jullie gezinnen en zo gaan neerzetten? Of... Ja, dat zijn we eigenlijk wel van plan. En we hebben ook gehoord van een soort van houten wapen dat hier zou kunnen verborgen liggen. Dus daar zijn we ook heviger naar op zoek. Ik moet zeggen dat ik heb natuurlijk laatst die keuze gemaakt dat ik jullie toch aanneem in je NAVA toen jullie problemen hadden. Ik moet zeggen dat ik toch blij ben dat we dat uiteindelijk gedaan hebben. Ja, daar ben ik ook wel blij mee. Nu hebben we ook weer een goed thuis en ja, geen veel vijanden. Nee, en kijk, tot je niet vallen hier. Alleen, het is wel even moeilijk om hier op te komen, denk ik. Hoe kom ik hier op? Ja, laat het er niet vallen. En geef elkaar ruimte. Ja, maak maar wat bruggetjes. Ik denk dat het verstandig is als jullie een pad gaan maken hier. Want dit is een beetje... Nu is een raad, geef een pad dat maken hier. Dit is een beetje schande, vind ik. Ja, vind ik ook een beetje. Ja, sorry, het spijt ons. Dus, we zijn nog druk bezig met andere gedeeltes. Ja, precies. Nou, dan prima. Ik wil je even hier een mooi uitzicht laten zien. Ah, mooi. Waarom gaan we deze kant op? Ja, laten we daar meteen even wat gaan drinken. Ik denk dat jij ook wel wat drinken bij hebt. Oh, sorry. Niet met z'n naam. Sorry, Dennis. Weet niet. Ah, fuck. Het is wel warm hier, jongens. Maar ik ben blij dat we er eindelijk zijn. Kijk. Ziet er wel super mooi uit. Ja. Echt wat een mooi uitzicht. Wow. Nou, Als we deze kant op gaan, dan is er een nog mooier uitzicht. Lekker hoog. Oh, laten we dan... Goed uitzicht op het stad. Maar hoe gaat het met X-Slime? Hoe gaat het met jullie hertog dan? Nou, hij is... Ja, nu druk bezig met dat onderzoek naar dat oude wapen. Ja, maar wat willen jullie met dat oude wapen doen dan? Ja, ik weet niet. Misschien zou het kunnen helpen voor de strijd tegen Entropia. De strijd tegen Entropia? Ze zijn al verslagen, idioot. Hun hele dorp is weggebrand, verwoest ons. Dat heb jij natuurlijk niet meegemaakt, voor de rest. Nou, als een grootvader vertellen we je nog wel een keer. Een mooi gebied, jongens. Maar als het een goed wapen is, kunnen we hem altijd gebruiken, hè? Ja, natuurlijk, ja, want Tixa is natuurlijk nog helemaal, die kan ook nog wel een keertje plat. Tixa? Zeker weten, die tolbrug waar we zoveel last van hadden. Zoveel ellende gehad mee vroeger, die mag ook eens een keer plat.
Klopt. Wow. Fucking mooi uitzicht. Zo, maar ik ben blij dat we weer hier zijn, hoor. Ik bedoel, het lekkere weer altijd op deze bergen. Ik moet zeggen dat ik toch... Het is lekker warm. Ja, maar ik moet zeggen dat ik toch die wind altijd enorm mis. Die hier altijd is. Lekker, ja, dat hebben wij niet ervan, maar er is ook een wind. Jullie als slaven... Sorry dat ik jullie zo noem, maar... Zo willen jullie een beetje niet uit. Wacht, ik zie iemand staan. Wat? We hebben een boog gegeven. What the fuck? Mensen staan daar, jongens!